natuurlijk, terwijl zonder jou in de matpopmix momenteel volop airplay genoteerd staat in diverse hitlijsten, verschijnt nu DJ Harry, de nieuwste single van Davy Jones. DJ Harry bekend onder andere de megahit Goedemorgen, samenwerking met Judith Peters, en stak zonder jou van dus een reggae jasje, dat hebben we gehoord. En momenteel legt Dennis Jones de laatste hand aan zijn binnenkort verschijnende album. Nina Butera kennen we allemaal als de lieveling. Nee, vroeger nog het einde heeft Paul Severs deze dame onder zijn vleugels gepakt samen met zijn zoon. Dit is haar nieuwste Tussen jou en mij. Je toont dat je van me houdt en zegt dat je mij vertrouwt, maar dat is niet meer wat ik wil. Ik laat je gaan, kom niet meer terug. Het is voorbij, het ging te vlug. Je zal het zien, de pijn zal ooit wel overgaan. En de liefde kent geen wet, heeft geen plan voor opgezet. Het spijt me echt, maar dit is wat ik moet doen. Het is voorbij, gedaan, game over. Want de liefde blijft niet over tussen jou en mij. Tussen jou en mij. Het is voorbij, gedaan, game over. Dit verhaal wordt echt niet mooier tussen jou en mij. Tussen jou en mij. Je blik is wat ik vermijd en niets is nog wat het lijkt. Onze liefde was te pril. Ik laat je gaan, kom niet meer terug. Het is voorbij, het ging te vlug. Je zal het zien dat je verdriet zal overgaan. En de liefde kent geen wet, heeft geen plan voorop gezet. Het spijt me echt, maar dit is wat ik nu moet doen. Het is voorbij, gedaan, game over. Want de liefde blijft niet zo. Tussen jou en mij, tussen jou en mij. Het is voorbij, gedaan, game over. Dit verhaal wordt echt niet mooier. Tussen jou en mij, tussen jou en mij. Laat me los en start opnieuw, want dit is niet wat je verdient. Ja, ik weet het en het spijt me. Er is iemand wel voor. Over tussen jou en mij, tussen jou en mij. Het is voorbij, gedaan, game over. Van de liefde blijft niets over tussen jou en mij, tussen jou en mij. Het is voorbij, gedaan, game over. Dit verhaal wordt echt niet mooier tussen jou en mij, tussen jou en mij. Nina Butera, binnenkort 17 jaar, groeit en evolueert mee met haar muziek. Ook dit keer brengt ze een Nederlandstalige popsong met een internationale sound. Die baat onder meer in de RB-sfeer. Met als titel Tussen jou en mij, na de happy vibes van Het gevoel grijpt de getalenteerde zangeres uit Sint-Pietersleeuw terug naar de oprechte emoties. Haar nieuwe single vertelt het verhaal van een onvermijdelijke en emotionele break-up over harde waarheid brengen, eentje die pijn doet. Met de hits Terug bij mij van vooraf aan, Dat goed gevoel, is ze wat alle Nederlandstalige hitparades, mogen we Nina intussen beschouwen als een gevestigde waarde.
Ongelooflijk dat een jonge dame van 16 die nu reeds behaalde. Sinds korte tijd schrijft ze trouwens ook zelf mee aan haar songs, samen met Christophe Severs, haar producer. Dank het feit dat ze zelf meeschrijft, kan ze haar singles met extra veel ziel inzingen. We hebben niet stilgezeten tijdens de corona-lockdown, zegt Nina. Het gemis aan optredens compenseerden we met vele composities en studiosessies. Daaruit zijn heel wat nieuwe en mooie songs ontstaan. De studio van Christophe had ook tijdens het lijden onder de crisis, maar hij heeft die extra tijd met beide handen aangenomen om te schrijven met Nina. Er zijn een paar echte pareltjes bijeen. Eén ervan was dus dit lied Tussen jou en mij. Het is een song met een zoele meeslepende beat die zowel volwassen als catchy is, vertelt Christophe. Voor de zomer heeft de duo reeds concrete plannen. Ik hoop vooral zo vlug mogelijk terug op het podium te kunnen staan. Maar ook op singlegewijs zijn we klaar voor de zomer. Zo glundert Nina. Zo, straks krijgt u van mij ook op KLT de clip van dit nummer te zien. En het is weer wat gans anders. As the night makes way for the morning light, my mind makes its way back to you. Memories that are silenced by a love that's never gone. I wonder what it means, but it means so much to me. There was never
Na haar eerste dus country soul is Lize Lotte van Doorn er terug met een prachtige ballade waar we toe hebben geluisterd, Most of the Time. Deze song werd ook live opgenomen met een strijkkwartet erbij. Samen met de accordeon krijgen we opnieuw een eigenzinnige aparte sound te horen. De tekst en muziek zijn van hand van Michel de Gieter en een goede vriend van Lize Lotte. Lize Lotte van Doorn dankt de professionele ploeg die haar aan meewerkte, onder meer strijkkwartet Geert Laurijzen, accordeon Chris Loris, drum Peter Verbraken, gitaar Werner Willems, bas Pascal Baken, bacon vocals Peter Kereman en piano en Kierhuis. De opnames of de producties was van Peter Kereman. Pracht van een nummer dat we wel draaiden, zeker en vast. En ik heb het u verteld, het is wel geen Nederlandse sound, maar het is van onze eigen bodem. Dus dat mag gedraaid worden. Dank aan DBB Betonwerken, Boshof 12, 2460 Kasterlee. Telefoon 0479 93 58 76 of 0498 74 66 35. Bedankt Grondwerken Wrins, Wetisch Heike 2 24 60 Kasterlee. Telefoonnummer 014 85 11 49. Bedankt Houtcreaties Ben Renders. Pleintje 21 24 60 in Tiele. Telefoon 0400 74 22 16 58. Bedankt DB Betonwerken, Wrins Grondwerken, Houtcreaties Ben Renders. Vaders zijn, vaders die dat ook moeders zijn. Voor mijn boys in jail, ze komen zoen weer vrij. En voor mijn boys die niet meer op de hoeken zijn. Dit is voor iedereen die weet wat strijden is, wat lijden is en wat begrijpen is. Voor die meid die zich nog steeds alleen voelt. En voor die guy die niet weet wat een meisje mist. Voor die ex-verslaafde die dat afkikt en van de drugs bleef voor een jaar. Dit is voor die schoolverlater die geen keuze had en nu zijn rug breekt voor een baas. Dit is voor die mensen met twee of drie jobs die er zo voor zorgen dat alles blijft staan. Dit is voor iedereen die weet wat verliezen betekent en ondanks alles blijft gaan. Dit is voor die kids die hun ouders missen en ouders die stressen om foute vrienden. Dit is voor zij die zichzelf verloren, ik hoop dat je jezelf weer gauw kan vinden. Dit is voor die ene goede flik in de wijk en die ene leerkracht die wel geloofde in mij. Dit is voor peace, maar wat mis ik die tijd. Als de vlam van een kaars hoe het brandt. Wanneer je beseft dat je hebt verpest en je had maar één kans. Als een mes in je hart toe het voelt. Wanneer je alles hebt gegeven en het was nog niet genoeg. Onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk. Dit is voor de vroegere mij in de tijd, toen alles goed liep maar nog steeds niet blij. Dit is voor mijn vader die tegen me zei dat ik man moest worden voor mijn tijd. Dit is voor de tijd van de vroegere ik, toen de femscare was maar me werd erbij kwik. Dit is voor de baas die mijn moeder ontsloeg, want mijn mama was zwart maar hij zocht naar wit. Je ziet me lachen maar beseft mijn pijn, sliep op het park of sliep op het plein. Ik vroeg me af wat dat mijn vrienden zijn, maar vertel het niet broer ik hou het bij. Vele dingen hebben mij nu gemaakt tot wie ik nu mag zijn. En ik ben de goldhoor op het boerderij. Een foksysteem, ik ben geen proefkonijn. Dit is voor de jongen die niet wist wat hij zocht, maar nog steeds bleef zoeken tussen haat en bedrog. Dit is voor mijn jongens die strijden tot laat, hun ouders verwennen en niet zoeken naar jobs. Dit is voor mijn strijder die rent als beel, maar zijn verjaardag moest vieren in jail. Free aan mijn strijders, er zitten zoveel.
als de vlam van een kaars hoe het brandt. Wanneer je beseft dat je hebt verpest en je had maar één kans. Als een mes in je hart hoe het voelt. Wanneer je alles hebt gegeven en het was nog niet genoeg. Onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk. Mijn kansen gaf bij de CGG toen dat ik niemand had. Voor de mensen die weten hoe moeilijk het is om ook op te groeien in een kleine flat. Bij 4, 5, 6, soms 8. Mensen met verdriet, veel pijn of een lach. Mensen in de zorgsector aan de slag. Mensen in de shit met hunzelf hun gedrag. Dit is voor iedereen die alle kansen greep toen er niemand stond om hun op te vangen. Voor geslagen moeders en verdwaalde vaders die terug die draad proberen op te pakken. Voor het kind dat nu al een jaar of 5 maf pa niet ziet omdat ze ruzie hebben. Voor de alcoholieker die probeert te stoppen en zijn leven terug op de rails wil trekken. Voor naast Biggie winnen toepak. Dit is voor jazz, dat is voor physics en bestaat. Iedereen naar rappen al die jaren onderschat. Voor alle muzikanten en de struggle op hun pad. Dit is voor de kamer en uw zogezegd debat. Mensen zoals ik zijn die politiekers zat. Dit is voor de mannen die daar rennen in de trap. Als de vlam van een kaars hoe het brandt. Wanneer je beseft dat je hebt verpest en je hebt maar één kans. Als een mes in je hart hoe het voelt. Wanneer je alles hebt gegeven en het was nog niet genoeg. Helemaal, helemaal nummer. De tekst, jongens, die klopt als een bus, zo kun je het wel zeggen, onbeschrijfelijk dat wel. Yves Segers die brengt de jonge dementie onder de aandacht met de singeltje Draadjes. Een warm initiatief van Mark Die Bliek en de Countervrienden. In je hoofd zijn draadjes losgekopen en geen mens die daaraan iets kan doen. Dat is een onbegrijpelijke passage in het liedje. Draadjes dat door Yves Segers op een subtiele wijze wordt vertolkt op de nieuwe single CD die zo pas werd uitgebracht. Het was Mark Die Bliek van restaurant De Kouter in Pittem die het initiatief nam voor de CD, waarmee hij de aandacht wilde vestigen op jonge dementie. Mark en zijn broer Jan werden 7 jaar geleden namelijk geconfronteerd met deze ziekte, doordat hun oudere broer Danny er plots door getroffen werd. Langzaamaan verslechterde zijn toestand, waardoor hij in maart jongstleden moest opgenomen worden in een verzorgingstehuis Regina Coeli in Brugge. Mark en Jan kunnen het amper samenvatten wat hun broer Danny overkomt. Hij was vroeger degene die altijd goed voor hen zorgde en jarenlang een bakkerij had in Gent en Brussel. Deze nieuwe single is niet alleen bedoeld als dank voor het verzorgend personeel van de afdeling Jonge Dementie van de Regina Coeli. Met de opbrengst van de verkoop zouden Mark, Jan en de Countervrienden met de hele afdeling een dag lang naar zee willen. Van zodra de coronasituatie het toelaat. Dat zal niet alleen Danny, maar ook andere patiënten enorm veel deugd doen, aldus Mark. Deze single is een productie van Freddy Donau en werd uitgegeven door DVD. Wie het initiatief graag steunt door de aankoop van deze CD, inkomende wens kan terecht op telefoonnummer 0400 73 23 0173 of info@thecounter.be. Maar luister even naar de tekst. In jouw hoofd zijn er draadjes losgekomen en geen mens die daaraan iets kan doen. Ik vraag me af, waarover gaan je dromen? Ken jij ze nog, die beelden van toen? Of is ze duister als een avond in het najaar? Zijn de herinneringen niet meer zo dichtbij? Maar de liedjes van Piaf, ja dat is zonneklaar. Die klanken toveren, een glimlach zo erbij. In jouw hoofd zijn er draadjes losgekomen
en geen mens die daaraan iets kan doen. Wie ken je nog? Wat weet je nog? Of kom ik met mijn vragen net te laat? Waar zijn we nu? Wat doen we nu? Wees gerust, ik blijf jou toeverlaat. In jouw hoofd zijn er draadjes losgekomen. En geen mens die daaraan iets kan doen. Ik vraag me af, waarover gaan je dromen? Ken jij ze nog, die beelden van toen? Of is het duister als een avond in het najaar? Zijn de herinneringen niet meer zo dichtbij? Maar de liedjes van Piaf, ja, dat is zonneklaar. Die klanken toveren, een glimlach zo erbij. In jouw hoofd zijn er draadjes losgekomen. En geen mens die daaraan iets kan doen. Dank aan iedereen voor de steun. En in het bijzonder het verzorgend personeel dat zich elke dag inzet voor de patiënten in de zorgcentra. Heel mooi van Yves Segers dat hij toch dat initiatief mee opvolgt. En wel. Ja, mijn leven is de zesde single van de Utrechtse zanger Richard ten Oever. In samenwerking met tekstschrijver Patrick Kloos en GT Music, Jeffrey Tennis Pascal, de vormer, is deze single tot stand gekomen. Jij bent beneden is een nieuw nummer speciaal geschreven voor zijn vriendin. Hoe mooi kan het zijn omdat je liefdesleven kan vertalen in een liedje? Wij hebben weer een mooi product in handen, al dus enthousiast Richard GT Media is verantwoordelijk ook voor de videoclip. En die beloof ik van straks namelijk wel later te bekijken op ons eigen kanaal van Radio KLT komen weer een paar nieuwe clips. Kijken dus. Jij bent mijn leven, het duurde even voor ik het inzag. Jij bent mijn leven, samen met jou, ja dat maakt me weer rijk. Jij bent mijn leven en ik beloof je, ja ik blijf je trouw. Al die momenten samen met jou zijn alles voor. Jij en ik samen, jou wil ik naast me, ik kan alles aan. Jij en ik samen, dat is het leven waar ik voor wil gaan. Met jou in mijn leven, zijn er geen wegen die ik niet in kan slaan. Met jou in mijn leven, bij storm of bij regen kan ik alles aan. Jij bent mijn leven, het duurde even voor ik het inzag. Jij bent mijn leven, samen met jou, ja dat maakt me weer rijk. Jij bent mijn leven en ik beloof je, ja ik blijf je trouw. Al die momenten samen met jou zijn alles voor. Als je me aankijkt, voel ik alles wat ik nodig had. Eén blik is genoeg en ik voelde de liefde in mijn hart. Dan voel ik aan alles wat je mijn leven zo gelukkig maakt. Al die momenten bewijzen, jij bent mijn vrouw. Jij bent mijn leven, het duurde even
bent mijn leven en ik beloof je, ja, ik blijf je trouw. Al die momenten samen met jou zijn alles voor mij. Jij bent mijn KLT, de 25 beste troetelaars. Hout en verandabouw van de Perre. Rode Akkers, 5-24-60 in Kasterlee. Telefoon 014-8550. ARA Welding, las- en constructiewerken. Poederstraat 36, Arendonk. Telefoon 0474 1181 06. Grondwerken en landbouwwerken. NV Bayens. 22-24-60 Kasterlee. Telefoon 014-53-278. Ja, en dan hebben we het Brabantse viertal, de vier vultjes. Die hebben namelijk de oplossing gevonden om ondanks de huidige maatregelen toch de polonaise te kunnen lopen. Met wat? Wel uitschuifbare handjes. En zo luidt ook de titel van hun geweldige nieuwe single, welke geschreven werd door niemand minder dan René Karst en Alfred Voogd voor productie. Uitschuifhandjes was uiteraard topproducer Wilo van der Heide verantwoordelijk. Jawel, waar zijn de handjes? Zo zou kunnen Reggie het zeggen. Maar Reggie, jongen, het zijn nog geen uitschuifbare, zoals de deze. Waar zijn die handjes? Hier zijn die handjes. Waar zijn die handjes? Hoi, hoi, hoi. Waar zijn die handjes? Hier zijn die handjes. Waar zijn die handjes? Hoi, hoi, hoi. In deze zware tijden hebben wij een groot probleem. Want hoe lopen wij nu veilig onze volks als nummer 1? Want kijk maar als je arm naar voren uitgestoken wordt.
gek genoeg, een Nederlander vindt toch van alles uit, uitschaalbare handjes, voor te zien dat je wel degelijk anderhalve meter van elkaar loopt. Maar ja, heel goed idee dan. Gerry Hegger brengt Vlaanderen mijn land uit, hulde aan Wiltura. Het idee om een nummer van Wiltura te brengen met een eigentijds arrangement en een persoonlijke touch zit al heel lang in mijn hoofd. Wil is een goede vriend van mij en was meteen enthousiast toen ik mijn idee uit de doeken deed. Ik vind dat ook een hele eer om deze manier mijn respect te mogen uiten voor Wiltura en zijn carrière. De keuze van het nummer was iets moeilijker. Wil heeft zoveel goede nummers. Uiteindelijk voelde het toch logisch aan om voor Vlaanderen mijn land te gaan. Het nummer straalt kracht en hoop uit, gevoelens die wij volgens goed kunnen gebruiken in deze tijden. Nu er wat meer positieve vooruitzichten zijn. Het is tijd om zich in het vizier te richten op de toekomst en om de opnieuw buiten te komen. Als er dan toch iets positief was aan de lockdown, dan is het wel dat ik sindsdien heel vaak ga fietsen en daardoor op de meeste vriendelijke plekjes terecht ben gekomen. Ik heb net zoveel mensen ontdekt hoe prachtig een Vlaams landschap eigenlijk is. Wanneer ik het Vlaamse land doorkruis om op te treden, kom ik ook natuurlijk op zeer vele plekken. Maar op de koersfiets kom je op plaatsen terecht die je met de auto nooit zou kunnen vinden. Aldus woorden van Gerry Hegger met de glimlach. En ja, KLT zou KLT niet zijn wanneer hij dit plaat niet zou bezitten. Vergeten paradijs van duizend kleine dorpen onder wolken grauw en grijs, met donkergroene heuvels vervagend in de lucht, soms wondermooi beschilderd met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen zo mals en ruisend neer, en nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand, zacht golvend als water is Vlaanderen. Regen die langzaam nederzijgt, luisterend naar de nacht die in het duister hijgt, hoort ik een kuil vol dromen, verglijdend langs de tijd. Ik hoor rivieren stromen en zingen van tederheid, want golvend als het water ligt mijn land aan de zee. Zij neemt papieren bootjes al dansend met zich mee, die ik als knaap liet varen, beladen met een droom, maar die nooit weder kwamen. Ze bleef mijn kinderlijk verdriet, want alle winden zingen een wild en lachend lied. Zij schuurden langs de velden en langs het wassend graan, en laten de papavers vol rode gensten slaan. Soms breekt de hemel open vol gouden zonnelicht, de wijde vlakten worden een heerlijk ver gezicht, begrensd met groene bomen waarop de hemel rust, vol donkerblauwe dromen, vol tijd. Vergeten paradijs van duizend kleine dorpen onder wolken grauw en grijs, met donkergroene heuvels vervagend in de lucht, soms wondermooi beschilderd met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen zo mals en ruisend neer, en nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte.
Eigenlijk had ik het u moeten al vertellen van in het begin, want op onze KLT-radio loopt nu op het ogenblik de Ultra Top 50. Je kan luisteren tot om 17:30 naar de allerlaatste nieuwe hits uit de hitparades Ultra. Dat wel degelijk speciaal voor ons jongere publiek dat luistert. En hier luister je onder meer naar de 25 beste troetelaars. Van het binnenkort te verschijnen jubileumalbum van Frank Falcon, 30 jaar, verschijnt de track Waarom Nu als voorloper op single. Hiermee heeft Frank Falcon een prachtige ballade op zak. Waarom werd geschreven door niemand minder dan Jack van Raamsdonk en de productie lag in vertrouwde handen van Mario Veldman. Ja, we konden dat weten toch niet. Dat zijn onze Nederlandse vrienden, ja, die sturen ook nieuwe producten binnen. En zoals gezegd, ja, de 25 beste troetelaars is zowel Nederlands van onze Nederlandse buren als van onze Vlaamse mensen. Buiten tikt de regen, heel zacht tegen het raam. We zijn dicht bij elkaar, toch ben je ver bij mij vandaan. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang nog duurt dit spel? Zal ik het van hem winnen? Of blijf ik leven in een hel? Waarom deed je dit? Hij was mijn beste vriend. Waarom heb ik dit allemaal verdiend? Zo eenzaam nu jij hier niet meer bent. Je loopt me nu voorbij, alsof je mij nooit hebt gekend. Buiten is het droog, de maan verdwijnt, de zon ontwaakt. Vind ik ooit nog een vrouw die mij gelukkig maakt? Kan zij jou doen vergeten, wat was ik gek op jou? Ik gaf jou alles wat ik had, ik was jou altijd trouw. Waarom deed je dit? Hij was mijn beste vriend. Dus de storm en niet de stilte, moet het zo of mag het anders? Andersom of toch ook niet, want vandaag kan ik niet rusten in de stilte voor de storm. Omdat het waaien is begonnen, wat als later nu is. Dus de storm, niet de stilte, vanaf de andere kant bezien. Lijkt water minder troebel, want je moet wat minder broeten. In de slik aan de rand, dan komt het water weer tot stilstand. Wat als later nu is.
maar op mijn plek hier in de zon, waar alles anders is en al de dingen die ik mis niet meer belangrijk zijn en de deemoed wegblijft. En wat als later nu is? Dus niet de stilte voor de storm, voor zo de mieter is begonnen. Ach, we konden niet voorzien al dat water aan de lippen. Nee, we zullen niet verdrinken, maar we krijgen natte voeten. Wat als later nu is? Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is en al de dingen die ik mis niet meer belangrijk zijn en de weemoed wegblijft. Wat als later nu is? Dus de storm en niet de stilte, dagen moe en nachten wakker. Maar van moe zijn krijg je niets en het krijgt ons er niet onder. Nee, niet bitter of berooid, maar we worden langzaam wakker. Het lijkt het later nu is. Eind van het jaar 2020, denk ik. De single van Rob de Nijs. Wat als het later nu is. Rob de Nijs is ook dit, of wil ik zeggen, hij zou dit jaar zijn laatste tournee doen. Eigenlijk was dat bedoeld vorig jaar, maar hij gaat dat nu dit jaar aanvangen met begeleiding van zijn allerlaatste nieuwe cd. Dan mag je ook al niet vergeten. En dit was een track uit zijn laatste nieuwe cd. Ontstoppingswerken, Elton Erik, Pakenstraat 3, 2460 Kasterlee. Telefoonnummer 0400 96 40 88 40. TLI. Alle detectiewerken, zowel bouwkundig en rookdetectie. Molenstraat 28, 2460 Kasterlee. Telefoon 0495 54 62 61. Grondwerken, afbraakwerken, transport, algemene aanneming. WVBA Mees. Beretische baan 254, 2460 in Kasterlee. Bedankt Van de Perre, Ara Welding, NV Bayens, Elzen Erik, TLI, BVBA Mees. Stoutste dromen had jij me al verleid. Onverwacht in al jouw pracht
werd jij realiteit. Je hebt me meegenomen, ik wil niet meer terug. Al weet ik wel, jij speelt een spel, maar de tijd gaat vliegen terug. Een blik van jou en ik zweef, een kus van jou en ik weet waar ik voor leef. Ja, leef jij en ik. Wow, 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 wat een blik. Dit wil ik ieder ogenblik. Jij en ik, alleen jij en ik. Stop de tijd, dit wil ik nog een eeuwigheid. Geef me nu toch die zekerheid, wij voor altijd. Net als in een sprookje, met een happy end. Ik jouw prins, jij mijn prinses, door elkaar verwend. De allerliefste woordjes bewaar ik graag voor jou. Je bent dan ook hetgeen men noemt een wonder van een vrouw. Een blik van jou en ik zweef, een kus van jou en ik weet waar ik voor leef. Ja, leef jij en ik. Wow, 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 wat een kick. Dit wil ik ieder ogenblik. Jij en ik, alleen jij en ik. Stop de tijd, dit wil ik nog een eeuwigheid. Geef me nu toch die zekerheid, wij voor altijd. Een blik van jou en ik zweef. Een kus van jou en ik weet waar ik voor. Ja, ja, een nieuwkomer niets, maar wel een overlopertje mee. Zoals gezegd, wel van het jaar 2020 naar 2021. In navolging van haar succesvolle country-album stelt Laura Lean haar nieuwe single Country Gale voor. Een heerlijk fris nummer waarop je naar hartelust kan line dansen. Country Gale is een nummer van de hand van Lisa McMug en Daniel Martin, die ook al tekende voor Ik trek het je niet aan. In het voorjaar worden de line dance nummers, nummers van Laura trouwens, gecompliceerd voor een unieke digitale verzamelaar, waarmee Laura Vlaanderen deze zomer weer aan het land dansen wil krijgen. Laura zal daarvoor met vele country en line dance clubs die ons land rijk zijn in een bijzondere uitdaging gaan. Nieuw binnengekomen, Laura Lynn. Maar vast, haal al die charmes van je uit de kast. Ik val voor jou, dus hou me vast. De
Like a country girl. Heel mooi nummer al. Ja, laat het even kijken. Hè. Dus in de zomerperiode of volgend jaar start dus Laura Lynn, of dit jaar dan wel, degelijk met een uitdaging voor alle country line dansen dan. Niet meer gekomen, Wally Mickey. Ik ben aan het zoeken waar ik iets kan vinden, maar toch niet. Dit is dan Stilte in de Stad. Thank you.
nieuw binnenkwam. Prachtvolle nummer vind ik wel van Wally Mickey, hier wel degelijk stilte in de stad. Nogmaals van harte welkom bij het programma. Je weet het, je luistert op dit ogenblik naar de 25 beste troetelaars. Bedankt DB Bouw Algemene Bouwwerken, Achterlee 4, 2460 Lichtaard. Telefoon 0400 96 85 34 30. Karweitjes groot en klein, moet je bij Chris Salaat zijn. Pol Heijnstraat 1B, 2200 Herentals. Telefoon 0479 08 12 24. Tuinierke bij Jelle voor alle tuinaanleg en onderhoud. Broekdreef 3, 2235 in Westmeerbeek. Telefoon 0497 45 33. Bedankt DB Bouw, Chris Salaats, Tuinierke. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer, een vriend zegt zwijgen vaak veel meer. Vaak veel meer, oh, 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 oh. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta als jij. En ben je even heel dichtbij, ik hoef maar aan je te denken. Hoe je danst in de lente, wat zou ik graag bij je zijn. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Toch niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen nog. Al die jaren dat we samen waren. Zoveel dat ik zeggen kan. Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beide veel te druk, man, ik hou van je. Maar dan zit ik soms fout, je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke sorry die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogst is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie. Ik zal je pakken, ik zal je smakken. Ik duw je op, ga door het dak en ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n tweeën. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Door niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen nog. Al die jaren dat we samen waren, weer terug. Als ik je weer zie, vrienden zijn we.
als ik je weer zie. Ja, we gaan zeker vast geen nieuws doorgeven, want dit is het programma dat je echter moet ontspannen. Het programma De 25 Beste Troetelaars van Radio KLT. Het is al laat, diep in de nacht. Er is een meisje waar ik naar smacht. Ik kan niet slapen, mijn gedachten zijn bij jou. Naast mijn bed zie ik je foto staan. Ik weet het zeker, voor jou wil ik gaan. Mijn blik vooruit, ik kijk niet meer achterom. Was jij maar hier bij mij. Waar je ook bent, er is altijd een maan. Het heelal onbekend, maar ik zal naast je staan. De sterren. Ik ben op weg naar jou. Door het donker, door het dauw. Die lange afstand maakt me echt niets uit. Ik mis je lippen, die lieve lach. Vooral die ogen, ik ben van slag. Nog even rijden, dan ben ik weer bij jou. Was jij maar. Het kan soms gebeuren dat er nog eentje op de valreep binnenkomt. Ja, en dat is gebeurd. Arsene is dat. Ja, we leven nog. Sinds jij hier bent vertrokken. Dagen zo lang. Ach, ik ben zo bang. Waar zit je nou? Want ik ben me doodgeschrokken. Ja, beloften spoken steeds maar door mijn hoofd. Het was toch liefde? Heb ik jou voor niets geloofd? Ik voel nog je.
je handen en zie nog jouw gezicht. Wij waren dronken van geluk, voor ik het wist was alles stuk. Hier in mijn armen was toch plaats genoeg. Zonde van je tijd, raak ik je nu voor altijd kwijt. Maar jij moet weten dat ik nog steeds van je hou. Is dit ons huis? Ik voel me niet thuis. Het is zo anders sinds jij mij hebt verlaten. Wat moet ik nou? Jij sprak over trouw. Ik gaf je mijn liefde, maar dat heeft niet mogen baten. Jouw beloften spoken steeds maar door mijn hoofd. Het was toch liefde, heb ik jou voor niets geloofd. Ik ben zo eenzaam, nu jij niet meer naast me ligt. Ik voel nog je hand. Nog jouw gezicht. Wij waren dronken van geluk. Voor ik het wist was alles stuk. Hier in mijn armen was nog laat genoeg voor jou. Ik ben zo eenzaam, nu jij mij niet meer bemint. Ik kan slechts hopen dat jij de weg nog vindt. Ben ik slechts zo van je tijd, raak ik je nu voor altijd kwijt. Maar jij moet weten dat ik nog steeds van je hou. Maar jij moet weten dat ik nog steeds van je hou. Denk je, man, wat heeft die man toch een prachtige stem. Wel, Wesley Bronkhorst was dat met onder meer. Een splinternieuwe hit vandaag binnengekomen. En ik heb u beloofd, op het rijtje is er nog iemand binnengekomen. Vanuit mijn canapé. Ik zit niet op de tafel te springen. Toch heb ik hoop en blijf ik zingen. Ja, we leven nog en houden het vol. Kom, doe de glazen nog eens vol. We dansen nog, nee, ze krijgen ons niet klein. Kijken. Ik ga nog op een zombie lijken. En met dat masker op mijn droge mond, weet ik niet meer wat me overkomt. Ooit had de dakkraan nog eens open, dus vrienden laat ons allen hopen. Ooit zitten we weer samen in de groep, met daar zijn al DJ, dat is toch. Thank you.
Jij is binnengekomen. Een ongelooflijke plaat van Arsène. En dat allemaal. We leven nog een heel mooi nummer dan wel. En ja, een troetelaar van de week hier bij Radio KLT. Zeg het juist op het nippertje binnengekomen. Want als we op de klok kijken, dan zien we toch al dat wij stil aan opzicht naar onze plaatjes die klaar liggen. We hebben er niet zoveel meer. Maar eerst dit dan toch nog. Brandstofmorgens, Loopstraat 25 24 60 Tiele. 0497 044 094. Schilderwerken binnen en buiten, decoratie. Tint, Klein Beeldekusplein 12. 2460 in Tiele. Telefoonnummer 014 55 25 59. Voor al uw laswerken. Laswerken Luiten. Brugweg 9 24 40 Geel. Telefoon 0496 11 38 32. Bedankt. Bedankt Brandstoffen Morkens. Tint. Laswerken Luiten. Als ik denk aan hoe het was, als ik wist wat ik nu zou weten, had ik bij jou willen zijn. Ook al was je toen nog klein, had je alles willen geven. En kon ik het overdoen, had jou niets gevonden. Kon je mij vertellen hoe, liet je mij misschien wel toe, als het anders was geweest. Komt voor ons ooit nog die dag, dat onze harten elkaar kruisen. Dat we zeggen elke dag, we kunnen leven met een lach, dat ik je vader ben. En als het toch niet zo zal zijn, of durven wij niet uit te spreken, weet dan dat ik van je hou, je allemaal. Komt voor ons ooit nog die dag. Het was nooit echt verloren tijd, als er nu een start zou komen. Al is mijn hart gehuld in spijt, krijg ik ook niet echt de kans met jou te tonen. Maak een belofte aan mezelf, ook al hoort niemand uw woorden, dat ik vechten zal voor jou, je verwarmen in de kou, toch heb ik je lief. Komt voor ons ooit nog die dag, dat onze harten elkaar kruisen. Dat we zeggen elke dag, we kunnen leven met een lach, dat ik je vader ben. En als het toch niet zo zal zijn, of de
ooit nog gedaan. Weet dan dat ik van je hou, ja, mijn liefde geven zou, en toch heb ik je lief. Meewippend van 2020 naar 2021, niemand minder dan Wouter Servani, en toch heb ik je lief. Het is ondertussen tijd, een goede zestiental minuutjes voor de klok van twee uur geworden. En hopelijk hebben we het juist een klein beetje uitgekiemd. We zijn iets vroeger begonnen en daarom kunnen wij ook eindigen bijna om twee uur. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je stem? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet aan WDP Metselwerken, Kevy van de Paar, Leistraat 15, 2460 Kasterlee, Nieuwo Renovatie, telefoon 472 80 71 11. Klinkerwerken Jacobs FV, Roselaan 39, 2480 in Dessel. Klinkerwerken Jacobs, telefoon 0497 78 0022 of 0499 29 1958.
klinkerwerken afsluitingen. Bedankt! Kevi van der Paar, VDP Metselwerken. Bedankt, klinkerwerken Jacobs. Ziezo, en dat is dan ook het einde van ons programma vandaag. Ik hoop dat je weer een klein beetje hebt genoten van onze muziek. Wij zeggen u tot morgen vroeg. Bye bye!